heeft ook niks bij. Ik wist niet. Dit, okay. Ik ken de regels niet. Oh, er zijn geen regels. Ik, nee, maar ik wist niet dat je eigen teksten moet mee. Oh. Ik heb wel. Het is anders. Ik was gisteren naar de Nacht van de Poëzie. Ik heb die bundel bij me, die dan wordt uitgegeven, al die dichters. Uh-huh. Maar ik zeg eerlijk, op dit moment. Ja, Hans, ik heb je er vaker over gehoord. Maar dit zijn dus allemaal dichters die echt zo goed zijn dat ze hier verschijnen. En in feite was er geen dichter bij die ik echt goed vond. Nee, dit is echt de poëzie. Nee, ik geef je, op dit ogenblik geef ik je gelijk. Willem Tieske, wat? Dat zie je ook in de architectuur, dat zie je overal, alles wat mooi is. Ah, er zit altijd wel één. Er zit altijd wel één bij. De surrealisten zeiden al, als je erkenning vindt bij het grote publiek, dan ben je geen surrealist meer. Ja, ik liep even inspireren door Hans Plom, maar goed, ik ga toch weer even. Ze was geen schaduw meer van wie ze was. Ze was zo mooi, zo uitdagend was ze toen van wie ze was. Haar lippen te dik, te rood aangezet, met de kracht van een leeuwin. Slingerde ze haar lange zwarte haren van rechts naar links, wiegde haar ronde heupen romig. En met hoge, glimmende zilveren hakken haar witte, slanke benen bloot. Het is nu nog nauwelijks te geloven, maar soms, en voor een hele korte tijd, stap ze uit haar schaduw en was ze weer heel eventjes als toen van wie ze was. Zielig, hè? Ja. Wacht even hoor, ik heb nogal... Ja, ik heb een heel lullig keertje, gewoon een keertje in het terrein geschreven. Het heet Muis en Kat. Ja, het gaat helemaal nergens over. Ik koos voor het ruime sop, helaas. Het kostte mij de kop. En voordat ik het wist, was ik op. Nou, het gaat dus nergens over. Zo wel eens leuk. Hier is het voorgedraagd. Het heet het nieuwe winkelen van toen. Ach ja, lieve mensen. Nu richt ik mij speciaal tot de oudere luisteraartjes onder ons. Weet u nog toen winkelen nog gewoon was? Toen wij met z'n allen gingen winkelen in de Kalverstraat. Waar geen doorkomen aan was, waar wij op elkaars hielen trapten, waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten. 70% korting en alleen vandaag. Waar muziek met 100 decibellen ons onthaalden. Waar glimlachende verkoopsters met vochtige rode lippen ons blikten en zwoel lispelden. Jij bent zo speciaal, kom toch binnen, kom binnen. De Kalverstraat, een nieuwe wallen van toen, één grote koopverleidingspiepshow. Maar toen was het kerstmis en weer gingen we op tweede kerstdag massaal naar de meubelboulevard. En we liepen gedwee en in filevorming, waar geen doorkomen aan was, waar we op elkaars hielen trapten, waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten. Het speelse element en een rustpunt in ons hectisch bestaan. De IKEA, waar geen uitkomen aan was, waar we op elkaars hielen trapten, waar breedlopende dagjes mensen met dito brede kinderwagens onze voortgang beletten. Waar wij gedwee struinden en in filevorming likkend aan een ijsje, trager dan traag. Oh, wat was dat heerlijk zijn. Laten we naar de ballenbak gaan, de ballenbak van IKEA. Met je bolle buik in de ballenbak, met je bolle bak in je bolle buik, met je billenbak naar IKEA. De kloof te overbruggen met de ultratechniek en die in harmonie te brengen met een primitivisme waar ik toe neig. Nu wilde ik wel eens weten hoe het antwoordapparaat werkt. Na de boodschappen voor Paul en Wanda volgt een boodschap voor mij. Een lieflijke vrouwenstem vraagt me de telefoon op te nemen en ik zeg mijn naam zo lief. Ze zegt mijn naam zo lief dat ik verlang te weten wie zij is. I was just mopping the floor. Me too, lacht Colette en vertelt dan hoe ze van Rose Hartman hoorde dat ik in town was. Vrijdagavond ontmoet ik Colette na 13 jaar. We eten zuurkool en gaan dan naar de bioscoop. Ze ziet er nog steeds exotisch en extravagant uit en haar associaties met Mata Hari zijn zeer passend.
zien de She Devil waarin haar vriendin Sylvia Miles, de moeder van Meryl Streep, speelt. Ik zie ook een bekende op het doek, Deborah Rush. Colette leunt tegen me aan en speelt met mijn hand. Leuk dat we na al die jaren weer zo samen kunnen zijn. Na 13 jaar dus. Aarzelend verlaten we het theater. Wat nu? Colette nodigt me uit met haar mee te gaan naar Pearl Street, waar ze nu woont. Na wat kopjes thee vraagt ze me te blijven slapen. Ik aarzel even, maar stem dan in. Ze wil vrijen, maar ik niet. Ik verlang naar Bonnie. Ze begrijpt dat ik wil slapen. Het is al laat. Maar buiten is het zo lawaaierig en binnen is het zo warm. Af en toe blaast de verwarming met veel kabaal stoom af. We liggen om elkaar gerold en ik kan niet slapen. Ten slotte trek ik mijn kleren uit en rol tegen Colette aan. Half slaperig neem ik haar van achteren en houd me stil. Zij draait haar heupen en ik tot ik een orgasme krijg. Dan slaap ik vrij snel naast haar in. In de morgen gaat de telefoon verscheidene malen en ik probeer wat uit te slapen. Ik neem een douche in de grootachtige badruimte en kijk naar de kunstwerken die bijna allemaal Colette zelf als onderwerp hebben. Ze maakt ontbijt voor ons met vele koppen koffie, gekookte eitjes, toast, kaas en jam. Mm. Ah, mooi. Wow. Dit is dus 13 jaar voor deze datum dat dit verhaal speelt. Ja, oh ja. En wie is die achtergrond? Die achtergrond, dat is een kunstwerk wat als op één pagina met Joseph Beuys vermeld is. Oh, Joseph Beuys. Daar staat het, die achtergrond is daar. Die kamer was dus bijzonder. Een cd, maar vet ook in voorlezen. En hoe heet het, een alle gedichten en zo. En wordt gezongen door betrekkingen. Soms denk ik dat ik eigenlijk niet besta. Maar het feit dat ik toch dagelijks verder ga, of iemand net als ik, en dat de buren groeten, dwingt het besef mij op, ik zal wel moeten. Zijn moeder was circusartiest. En was sterke vrouw. Ik zal even een foto pakken van haar. Nou, hier. Oh, wauw. Wat is je moeder? Zijn moeder. Deze vrouw, die heeft zes mannen op haar lichaam. Zo. Ja. Zo. Dat is prachtig. Een ondervrouw. Tot stichting van het proletariaat was een toneelgroep uit Berlijn gekomen. Hij was de regisseur, heb ik vernomen. Niet enkel in de klassenstrijd kordaat. Heel de familie Klen was overstuur. Het was publieke schande, zwanger raken. Maar zij riep trots dat ze het niet weg liet maken, waarop een andere woning werd gehuurd. Uit Polen kwam hij. Het beklemde haar dat zij misschien moest volgen naar dat land, wanneer hij van haar drachtig zou zijn. Onweetbaar als een vrouw van Pijken Koch houdt zij na bijna 60 jaren nog alleen geheel het evenwicht in stand. Zij nam mij wel eens mee op verre reizen. Dan zat ik in de circus tent te wijzen. Totdat het publiek wist, ah, c'est ton maman.